Het vonnis dat gisteren is uitgesproken tegen ex-legerleider Desi Bouterse heeft vooralsnog geen gezag. Dat beweert vicepresident Ashwin Adin. Tijdens een structurenvergadering van de NDP gisteren heeft de VP opgeroepen tot rust en kalmte in de gemeenschap. Adin heeft meteen na de uitspraak van de krijgsraad samen met het juristenteam van Bouterse het vonnis bestudeerd. De vicepresident wijst erop dat er nog genoeg rechtsmiddelen zijn om de veroordeling aan te vechten. Zolang dat het geval is, heeft de veroordeling geen rechtskracht. Technisch gezien, 20 jaar, geen directe gevangenneming en proces en een vonnis bij verstek. Dat is het gegeven. Wat komt daaruit dat nu de 14 dagen duurt? In die 14 dagen, mag ik u zeggen, zijn er genoeg rechtsmiddelen die gebruikt kunnen worden binnen het rechtsstatelijke. Om verstek aan te tekenen, zeg men, hoger beroep te gaan. En ik kan u zeggen, dat is een jaar, misschien 10 jaar. Daar is er geen probleem mee. 20 jaar. Het vonnis heeft dus op dit moment geen gezag. Het vonnis heeft op dit moment geen rechtskracht. De 14 dagen die nu ingaan, geeft de persoon, Bouterse en het advocaat, allemaal genoeg rechtsmiddelen om verder te gaan. Laten we dat ook goed begrijpen en vasthouden. Pas wanneer het geen rechtsmiddelen zijn, zeggen wij of geen rechtsmiddelen openstaan. Zeggen wij, dan is het voor ons niet van het gezag van gewezen. Advocaat Hugo Esset, raadsman van de nabestaanden, heeft een andere mening. Als het aan hem ligt, moet Bouterse nu al aftreden als president. Hij had nooit tot president gekozen mogen worden. Maar ik denk dat met dit vonnis des te meer er meer dan genoeg reden is om zijn presidentschap neer te leggen. Het is geen aanhouding gelast? Over de aanhouding gaan wij niet, daar gaat de procureur-generaal over. Wat wij zeggen als burger, als ik, laat me dat duidelijk zeggen, is de mening van Hugo Esset. Dat Suriname zich te schande zet als deze president, die veroordeeld is tot 20 jaar wegens moord op 15 politieke tegenstanders, dat die president van de republiek blijft. Maar het is niet aan Hugo Esset, het is met name aan de Surinaamse samenleving, in het bijzonder ons parlement, om zich daarover uit te spreken en daar wat mee te doen. Dat was Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden. Anders dan vicepresident Ashwin Adin beweert, heeft het vonnis tegen Desi Bouterse volgens hem wel gezag.